Hallo kijkers van Haar Mijn Foto en welkom bij weer een gloednieuwe top 10. En vandaag behandelen we de 10 best bekeken video's uit 2019. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Laten we snel beginnen met top... Wacht, dit is natuurlijk een top 10, dus dan moet je niet beginnen met 1. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Op 10 staat de op 16 na best bekeken video van volledig Haar Mijn Frodo. Dus van de 16 bekeken video's zijn 16 best bekeken video's zijn er 10 uit 2019. Maar op nummer 10 staat de 400ste video op mijn kanaal. Ik heb echt nog maar een paar dagen geleden de 500ste video geüpload. Dus dat is nog maar 100 video's geleden. Wat best wel lang is eigenlijk. Maar ja, daar gaan we in ieder geval even samen een stukje naar kijken. Swept away, I'm stoned. Nou, het is gewoon een grappige video waar gewoon best wel veel editing aan zit. Verder, het is een soort simpele compilatie. Niet het moeilijkste te maken, maar ook wat wel een beetje tijd vergt. Maar dus het is leuk dat hij op plek 10 staat. Laten we snel doorgaan naar plek 9. Rather be tied up with cause and the strings. Buy my own checks like I might want to sing. Op plek 9 staat wel echt een video waarvan ik niet verwacht had, dat zal ik misschien wel vaker zeggen in deze top 10, maar waarvan ik niet verwacht had dat die in de top 10 best bekeken video's van 2019 zou komen. Dat is namelijk de video over de Vrede Awards, mijn mening. En daarvan dacht ik echt van, hoi, wat doet deze video letterlijk zo hoog in de top? Want zo goed vind ik hem helemaal niet ofzo. Dus daar gaan we ook even samen een stukje naar kijken. Ik ben zelf niet genomineerd als beste nieuwkomer. Daar ging ik eigenlijk voor, maar helaas. Maar ik ga nu wel even vertellen waarop ik ga stemmen. En heel erg belangrijk dat jullie daar ook op gaan stemmen. En dan gaan we eens per categorie... Qua het grappige is dat als ik mijn hele YouTube-carrière te danken had aan dat soort video's... van dit soort video's zou ik er 6 per dag kunnen uploaden. Maar dat is niet wat ik wil. Maar op zich zijn dit soort reageervideo's echt de makkelijkste video's om te maken. Nou ja, dan komt er voor V 2020 wel weer een nieuwe. En op plek 8 staat de op 14 na best bekeken video van Haar Mijn Frodo over Oldtime. En dat is de eindfinale diss track. Over nog de laatste diss track over heel Team in Gamestad en zo. Want ik moest natuurlijk even dat hoofdstuk een keer gaan afsluiten. En dat was met die video. Die heeft op dit moment precies 200 views. Dus dat is voor mijn doen echt heel veel. Dus ik had het ook niet echt verwacht van deze. Want ik heb in totaal meer dan 21 muziekvideo's gemaakt. Dus dan is het niet dat ik van allemaal denk dat ze zo hoog zouden komen als deze. Maar dat is dus best wel heel leuk dat deze zo hoog is gekomen. You like my hair? She thinks just about it. Op plek 7 staat ook nog een hele rare video waarvan ik nooit verwacht had dat die daar zou staan. Dat is namelijk de waarheid achter de Serial Gamer. Een documentaire, een soort King Alert docu vergelijkbaar. En daar had hij op gereageerd, terwijl ik helemaal niet wist dat hij daarop zou reageren ofzo. Dus nou ja, ik ben er ook niet tevreden mee dat die zo hoog staat. Want ik heb liever dat echt video's waarin ik uren tijd steek daar staan. En dit was een beetje iets waar ik... anderhalf uur over gedaan hebben of zoiets. Op de 6e plek staat de Rudimentair 400k track. Wat best wel grappig was. Hij heeft er zelf namelijk niet op gereageerd. Dus best wel leuk dat hij alsnog zo hoog
terecht is gekomen. Dus laten we daar ook nog even samen een stukje van kijken dan. Rudimentair ligt op schema. Hij heeft nu 400k. Je bent nu al groter dan Duncan. Ja, je wordt groter dan de Lesha. Jij wordt groter dan Dodo, bijna. Abonneren op jou, dat is fijn, ja. Volgend jaar schoolspullen in de HEMA. Meer subs dan het jeugdjournaal. Rudimentair die nooit faalt. Minecraft Pro, waar je mee praat. 400k, ja, ja, ja. 400k, omdat je doorgaat. 400k, daarom dat je hier nu staat. 400k, ja. Nou, het is op zich wel een leuke, grappige video waarin ik best wel veel tijd heb gestoken. Dus op zich wel leuk dat die ook zo goed gewaardeerd werd. Want die heeft op dit moment heeft die 204 weergaven. Wat voor mij dus ook best wel heel veel is. Dus dat is echt super leuk. You like my hair? She thinks just about it. Op de vijfde plek staat de DAD Copycat diss track op Team Potgrond, maar dan de 2.0 diss track. Want omdat de eerste over de 2000 was gegaan, had ik daar dus eigenlijk precies dezelfde track nog een keer gemaakt. Maar dan met één extra coupletje. Maar ik had ook nooit verwacht dat die zo goed bekeken werd. Dus daar gaan we ook even samen nog een stukje van kijken dan. Even een kort stukje. Het is grappig om te zien dat jij op DAD wilt lijken. Dagelijks games en een team. Allebei met vier, dat is vergelijken. De slimme, de domme, de vader, het kind. Ze horen erbij. Van deze content word ik echt niet blij. Dylan agressief, Gino depressief. Kijkers verdienen hun geld en je livestream is te dief. En dan gaan we door naar nummer 4. We're in a ring, but ain't gonna be no misses. But matching diamonds for six of my bitches. Op nummer 4 staat de op 8 na best bekeken video van Heel Harme Frodo. En dat is de handgranaten op Edinburgh, Schotland vlog. Waarvan ik ook niet verwacht dat nog nooit is een vlog zo hoog gekomen. Want echt een paar maanden geleden was ik al blij met de allereerste vlog die 100 weergaven gehaald had. En deze is gewoon zo dik daar overheen gegaan. Dus daar ben ik helemaal blij mee. In ieder geval best wel een ander soort vlog dan dat ik normaal maakte. Daar zullen we ook even samen een stukje van kijken. We zijn nu al de weg kwijt. Ja. Hey! We zijn aangekomen. Laat ik dan tenminste vragen waarom het hier wel rustig is. In ieder geval superleuk dat die zoveel bekeken is. En dan gaan we meteen door naar nummer 3. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think we tell therapy my no addiction. Op nummer 3 staat een video die op de 7e plek staat van Heel Harme Frodo. En dat is de diss track op Klanting Games. Die mij gevraagd had om een diss track over hem te maken. Dat is in januari, 21 januari 2019 geweest. Dus dat is inderdaad nu net meer dan een maand geleden. Net meer dan een jaar geleden. En dat was ook gewoon een grappige video, iets te kort. Tegenwoordig zou ik het net anders maken. Maar nog steeds leuk dat die 250 weergave gehaald heeft. En op de tweede plek staat de op drie, de derde plek van Harme Frodo en de tweede plek van 2019 staat de al één jaar geen groei diss track op de Serial Gamer. Laten we daar even een stukje van kijken. Daar kwam die hele documentaire ook van en zo. Daar gaan we eens even een stukje van kijken. Vakka Kevin had maar niet aan de lijn. Al één jaar geen groei. Dat vindt hij niet fijn. Ook de ingreep van Kevin en Dan is je vind ik gegroeid. Dus ik begrijp niet waar jij je mee bemoeit. Nou, ik weet ook niet waar je dat vandaan haalt. Maar ja, we groeien de laatste tijd niet zo snel meer. Hij zegt het niet graag, hij zegt het niet gauw. Maar die langzame groei, die komt door jou. Fortnite jachtseizoen was dit jaar op feed, net zoals altijd. Was jij daar niet? Kijk naar je kanaal, ben je tevreden? Ja, en dat was in ieder geval ook wel dus een bijzonder soort video. Want ik had van die ook zeker niet verwacht dat die zo goed bekeken was. Want die heeft op dit moment van opname 425 views. Wat dus bijna het dubbele is van de derde plek. Dus dat is echt super leuk om te zien dat die zo goed is ontvangen. En dan gaan we heel snel door naar de eerste plek. De best bekeken video van 2019 is toevallig ook de best bekeken video van volledig Harme Frodo. En dat is de video Dagelijks HD Copycat, de diss track op Team Potgrond. Die echt geüpload is op 27 maart 2019, niet eens zo heel lang geleden. Die heeft op het moment van opname bijna de 3000 weergaven.
3000. Dat is gewoon 6 keer zoveel als de nummer 3. Dus ik ben daar echt heel erg blij mee dat die zo goed gelopen is. En waarschijnlijk zullen echt alle abonnees die video gewoon kennen. Dus zullen we samen met z'n allen nog even een groot deel van die video gaan kijken. Die dachten er goed af te komen met een GameStop diss track. Het is grappig om te zien dat je op D&D wilt lijken. Dagelijks games en een team, allebei met 4, dat is vergelijken. De slimme, de domme, de vader, het kind, ze horen erbij. Van deze content word ik echt niet blij. Dylan agressief, Gina depressief. Kijkers verdienen hun geld en je livestream is te dief. Gino, ben je serieus 17 jaar? Is het leven je dan niet iets te zwaar? Het broertje van Steven, dat zie je echt niet. Potgrond wordt nu bekeken, maar straks ben je failliet. Je eigen bedrijf, vind je dat niet wat zwaar? Je moet nog naar school, is dat dan niet naar? Een van de 4. Ja, en dat was dus alweer de best bekeken video van 2019. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor deze 2020 video. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer terug bij weer een gloednieuwe top 10 een andere keer. Of bij... komende woensdag begint nieuwe seizoen van Mannelijke Vrouw. Zeker kijken. Superleuk. Dan komen er ook gasten bij Mannelijke Vrouw. Maar vergeet zeker niet dat te kijken. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk weer bij de volgende video.